We zullen je van je ketens bevrijden. Maar er is een hamer voor nodig, gereedschap. Oh, dat gereedschap, dat zijn wij. Maar wie ben jij? Ik ben Caligu... Caligu, Liminix. Ik woon in Lutetia. Maar er heerst toch vrede tussen Romeinen en Galliërs? Ja, maar met mijn wakker en pinter uiterlijk dachten ze dat ik een spion was. Die Romeinen zijn niet goed bij hun hoofd. Dat heldhaftige detachement, aangevoerd door Marcus Capapus, komt terug in het kamp van Petit Bonum. Ave. De Galliërs zijn gekomen, ze hebben gezien en ze hebben Caligula Minus meegenomen. Dat is een mooie overwinning voor ons. Laten we hopen dat Caligula Minus heel huis terugkomt. Ik hoop het voor hem, want anders zal ik hem gauw op zijn huid zitten. Alia jacta est. U zegt? We zijn bijna in ons dorp. Daar ben je veilig. Er zijn alleen maar Galliërs. Ah, leuk. Leuk! Hé, Asterix en Obelix. Ze komen terug. En ze brengen iets mee. We zullen je voorstellen aan onze leider, Abraracusix. Waar zijn de Romeinen? Ik wil Romeinen! Ik wil Romeinen! Ik wil Romeinen! Geef me Romeinen! Ik wil Romeinen! Hier zijn we dan! Wees welkom, broeder. Doe maar of je thuis bent. Hallo. Ik zal een welkomstlied aanheffen. Ga wat wandelen totdat we gaan eten. Ook goed. Ik vraag me af met welk gereedschap ze metaal bewerken. Die nog die manier? Daar is die al. Wat zijn die mensen sterk? Er schuilt vast een geheim in die kracht. Caligula Minix! Eten is klaar! Er is everzwijn! Everzwijn? Is er een geheim voor die grote kracht van jullie? Ja, maar daar mag ik niet voor klappen. Eet je everzwijn op, anders wordt het koud. Waarom mag je me dat geheim niet verklappen? Omdat het een geheim is. Dat is niet eerlijk. Als ze onder Galliërs niet alles vertelt, waar gaan we dan naartoe? Als ik zo sterk was als jullie, kan ik de Romeinse linies doorbreken en terugkeren naar de mijnen in Lutetia. Wat doen we? Nou, we kunnen ze even zwijn opeten. Mijn familie zou wel ongerust zijn. Goed, naar de druïde. Panoramix! Panoramix! Ach,
Wat moet je, Asterix? Ik? Niks. Mijn vriend Caligula Minix wil het geheim van onze kracht kennen. Uitgesloten, geen sprake van. Maar ik moet naar huis mijn werk hervatten. Wat doe je eigenlijk voor werk? Nou, ik ben gids. Ik laat Lutetia by night bezoeken aan de barbaren die aan toerisme komen doen. Nee, nee en nee. Nou goed, ik heb het al begrepen. Ik ga lekker toch proberen naar huis te gaan. En als de Romeinen me voor de leeuwen gooien, zal ik naar elke beet zeggen... Het is de schuld van Panoramix. 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 Lekker. Goed, vooruit dan maar. Caligula Minix, kom terug. Caligula Minix, kom terug. Ik wil je mijn geheim laten zien en je mag er zelfs van proeven. Is het een eetbaar geheim? Ga de anderen waarschuwen, Asterix. Er wordt toverdrank geschonken! Er wordt toverdrank geschonken! Toverdrank geschonken! Toverdrank? Toverdrank? Er is weer toverdrank! 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 Deze toverdrank zal je de nodige kracht geven om naar Lutetia terug te gaan. Maar de uitwerking zal snel verdwijnen. Dat smaakt net als groentesoep. Ja, maar ik kan er verschillende smaken aan geven. Vissoep, omelet met kaas, een met sinaasappel, chocola. Maar ik proef helemaal niks bijzonders. Probeer die steen daarop te tillen. Maar dat lukt me nooit. Zeg, kleintje, je moet toch voorzichtig zijn. Wat doen we nou? Dansen. Laat het feest beginnen. We beginnen. Een stap naar rechts. Een stap naar links. De een vooruit, de ander achteruit. Groet. Geef elkaar de hand. Snor. Trek aan elkaar snor. Dat is een afneembare snor. In Lutetia staat het laatste snufje. Je bent geen Galliër, maar een Romeinse spion. Houd hem! Nutteloos! Hij heeft net toverdrank gedronken. Dankzij uw toverdrank kon hij ontsnappen. Bij mijn gouden sikkel. Jij stond erop dat ik het hem gaf. Ah, het geeft niks. En bovendien, de spion weet niet veel.
En het drankje is zo uitgewerkt. Halt! Awekaius Bonus, ik ken het geheim van de Galliërs. Het is een toverdrank. Waar is die drank? Hier zo, in mijn buikje. Kom, Caligula Amelix. Ik wil de uitwerking van die drank zien. Sla ze neer. Hij heeft van ons winnen, kom nou zeg. Bij Jupiter, dit is me toch al te leuk hoor. Misschien. Pico! Prachtig! Wonderlijk! Maar we weten eigenlijk niet precies wat er in die drank zit. Maar waar? We hoeven nu alleen maar open te snijden, als een konijn. Probeer maar, vooruit! Nou, ga dan, kom dan! Idee is goed, maar Caligula Minix weigert mee te werken. Probeer maar! Vertel me eens, hoe lang werd die toverdrank? Hoe lang? Dat weet ik niet. Til die stenen eens op. Alsjeblieft. Prima. Niet meer bewegen. Als die steen te zwaar voor je wordt, betekent dat dat de toverdrank uitgewerkt is. Veel later... Wel, je voelt je niet meer zo sterk, hè? Nee, Ras. Ik zal en moet dat recept hebben. Dan kan ik keizer worden. Caius Caesar. Terwijl Caius Bonus zit te dromen bij de Galliërs. Ik ga maar het tak plukken in het woud. Zal ik meegaan? Nee, Asterix, blijf hier om het dorp te bewaken. Je kracht komt van mijn drank, maar je intelligentie en je sluwheid zijn van jezelf. Daarbij, ik kom zo terug. Ah, goed, mijn best. Verdraait een lelijke, zag de slechte, straf niet uit. We hebben de druïde, Caius Bonus. Bravo, Tilius Octopus. Als beloning mag je naar Rome gaan om de Spelen in het circus te gaan zien. Ja, ik mag naar het circus, Druïde, vertel me nu je geheim. Ben je niet goed, Snik? Breng hem in de martelkamer en laat de beul komen. Ik zal hem laten praten. Zeg het! Zeg dat wel. Zo vind ik er niks aan. We martel je al uren en het doet je niks. Ja, dat helpt me de tijd doorkomen. Druïde. Als je het vertelt, dan maak ik een rijk en machtig man van je. Nee. Dan krijg je sestertien. Bergen sestertien. Nee. De toverkracht van deze druïde is te sterk voor mij. Koppig. Wat is hij koppig? Wat is er aan de hand, Asterix?
Je kijkt zo bezorgd, Asterix. De druïde is marentak plukken in het bos. Hij is nog niet terug. Ga hem zoeken. Voorzichtig, Asterix. Je hebt al lang geen toverdrank gedronken. Goed, dan vertrouw ik wel op mijn sluwheid. Panoramix! Oh, druïde! Panoramix! Oh! Panoramix! Panoramix! Ik ben heus geen domme Piet, maar ik heb nu echt verdriet. Want mijn ossen ga ik verkopen, dus dan moet ik zelf lopen. Dan moet ik alleen naar huis en ik vind er niemand thuis. Dan ben ik daar heel alleen, het is daarom dat ik ween. Hoe moet ik de kar dan trekken? Oh, dit is toch van de gekke. Want mijn ossen allebei zijn vanavond niet van mij. Dan moet ik alleen naar huis en ik vind er niemand thuis. Dan ben ik daar heel alleen. Het is daarom dat ik ween. Maak je geen zorgen, beste vriend. Verkoop je kar. Wat zegt u? Word karrenverkoper. Je verkoopt je kar en je gaat met je ossen naar huis. Dat ik daar niet aan gedacht heb. Wat een prachtig idee. Ik ben karrehandelaar, ik sta altijd voor u klaar. Genoeg, zo is het genoeg. Zeg eens, heb jij een druïde gezien die marentak aan het plukken was? Nee, ik heb wel een druïde gezien, maar die druïde die zat in een net en werd door soldaten naar Petit Bonum gebracht. Wat? Breng mij naar Petit Bonum! Maar het ligt niet op mijn weg! Petit Bonum heeft de grootste karrenmarkt van goede tweedehands karren. Oh, wat een geluk dat ik jou ontmoet heb. Alsjeblieft, daar is Petit Bonum. Zeg, waarom verberg je je? Ah, ik wil een grap uithalen bij mijn vrienden de Romeinen. Die is goed, ik ben dol op grapjes. De domheid van deze kerel is wat je noemt een mirakel. Halt! Wat vervoer jij in je kar, verkoper? Niks. Bij Jupiter! Lach je mij uit? Laat hem door, graag eens, Sextilius. Die verkoper die houdt me voor de gek, Claudius Cutitius. Laat hem binnen, ik ken hem. Hij is niet gevaarlijk. Oh, door die stommeling was dat bijna mislukt. We zijn nu in kamp. Ga je de grap nu uithalen? Nee, het wordt al avond. Morgen vroeg is het vast veel leuker. Oh, goed. Slaap lekker.
En dan nu de druïden zoeken. Daar eens kijken. Ga liggen en eet wat. Mijn trouwe vriend Marcus Zakapes. We moeten praten. Dank u. O, Caius Bonus. We moeten het recept van de toverdrank zien los te krijgen. Daarmee zullen we onoverwinnelijk zijn. We gaan naar Rome en nemen de plaats in van Caesar. Julius Caesar? Inderdaad, Julius. En samen zullen wij tweeën triomferen. Nu heb ik hem nodig, maar daarna ben ik de alleenheerser. Ik laat hem door de leeuwen opeten in Rome. Ik zal Caesar worden. Ik alleen. Zeer interessant allemaal, maar nou weet ik nog steeds niet waar de druïde is. Hij zit vast en zeker in die streng bewaakte tent. Staat u me toe? Ik kom de druïde bevrijden. Panoramix, een vriend. Dat is een van die onoverwinnelijke galliërs. Ik ga versterking halen. Asterix. Hoe gaat het? Wat een dwaasheid je te begeven in het hol van de leeuw. Help, help! Ze kunnen niks beginnen tegen mijn toverkracht. Zo is het. We gaan ons een beetje amuseren. Ik heb een leuk plannetje. Chef, chef! Help, help! Caius Bonus. Wat is er? Er is een galliër in de tent van de druïde. Ik heb hem gezien. We hebben versterking nodig om de gevangenen tegen te houden. Bij Jupiter, sla direct alarm. Dappere soldaten aanvallen! Nou, geeft hij zich over of niet? Krijgt de zenuwen van het wachten. Aan uw voeten, commandant. Zoals ons opperhoofd voor uw meester Caesar. Nou, kom op. Ik geef me over, zeg ik. Doen jullie nog wat? Grijp hem dan, vooruit! Of ik laat jullie in het circus door de leeuwen verscheuren. In het circus? Door de leeuwen? Bah, nee! Thank you.
is er aan de hand? Een Galliër die in het kamp gedrongen is. U heeft niet gewacht tot ik wakker was voor zijn grap. Dat is niet aardig. Dat is niet aardig. Dat is niet aardig. Dat is niet aardig. Je hebt niet willen praten, druïde. Maar morgen, onder de martelingen, zal je vriend misschien spraakzamer zijn. Ze hebben er geen idee van hoe spraakzaam eigenlijk wel. Ik zal spraakzamer zijn zoals er nog nooit iemand spraakzaam is geweest. Stil, daar komt iemand. Caius Bonus wenst u te spreken. Jij, ken jij het geheim van de toverdrank? Ik? Nee. Voor de laatste keer, druïde, geef me dat recept of ik laat uw vriend martelen. Ik vrees geen martelingen. Ik heb vertrouwen in de moed van mijn vriend Asterix. Dat zullen we zien. Bind de Galliër vast op deze tafel. Laat de beul komen. Ik kom wel. Hier ben ik. Altijd bereid, meneer. Genade! Oh, genade! 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 Ik kan dat gesprek niet aanhoren. Ik zal alles zeggen. Genade! 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 Nee, maar ik ben nog geen eens niet begonnen, meneer. Oh, genade! Oh! Nou, druïde, geef ons dat recept. Anders zal je vrienden bezuren. Ik zal de drank voor je ogen klaarmaken. Maar ik heb veel ingrediënten nodig uit het woud. Wat zijn die Galliërs rare kerels? Je zult krijgen wat je nodig hebt. Begeleid de druïde. Ik hou de andere Galliër als gijzelaar. Er is marentak voor nodig. Kruiden, wortels, veldbloemen. De druïde is weer terug. Hij vraagt een ketel. Geef hem er een. Een snufje zout. Ietsje peper. Even pruttelen. Jawel, maar vlug. Er ontbreekt nog iets. Iets heel belangrijks. Wat? Aardbeien. Aardbeien? In dit seizoen? Het is natuurlijk niet gemakkelijk ze te krijgen. We kunnen wachten op het goede seizoen. Nee, vlug! Stuur boodschappers uit! Ik moet aardbeien hebben! Aardbeien! Onmiddellijk! Nu! Asterix, jouw idee was niet slecht. Jouw idee van die aardbeien anders ook niet. We houden gewoon lekker vakantie.
boodschappers zijn nu al dagenlang weg. Er is er nog niet één terug. De boodschappers zijn terug. Ook hij is bonus. Eindelijk! Afrika is bonus. Afé, mijn kinderen. Waar zijn de aardbeien? Nee. Geen aardbeien. We hebben overal gezocht. Mertunius Octopus is er nog niet. Hier ben ik, Caius Bonus. Ik heb aardbeien gevonden bij een Griekse verkoper die ik toevallig tegenkwam in het dorp. Geef op. Beloofd is beloofd. Jij mag naar Rome, naar de circus spelen, gaan kijken. Ik mag naar het circus. Ik mag naar het circus. Ik mag naar het circus. Hier zijn dan eindelijk de aardbeien voor mijn toverdrank. Wat vind jij ervan, Asterix? Ze zien er niet zo best uit. Bij nader inzien, die aardbeien waren uitstekend. Ja, dit is de soort die ik nodig heb. Ga nieuwe voor me halen. Nou begin ik er genoeg van te krijgen. Niet eerlijk. Nou, rustig. Ik zal uw toverdrank klaarmaken. Maar natuurlijk. Het kan zeer goed zonder aardbeien. Het is minder lekker. Dat is alles. En dan? Ze geven alleen maar een bijsmaak. Is klaar. Nu alleen nog heet opdienen. Geef op. Wie zegt me dat deze soep eigenlijk geen vergif is? Als het je gerust stelt, dan wil ik het zelf wel even proberen. Nee. Als deze toverdrank goed is, dan zou jij sterker worden. Dan word je onoverwinnelijk. Vrijwilligers! Ik zei dat ik een vrijwilliger wil. Caius Bonus, in plaats van het leven van een soldaat op het spel te zetten, nemen we beter een niet strijdbare burger, dacht ik, voor de proefneming. Je hebt gelijk. Hé, vriend. Kom eens. Ik. Kom, beste vriend. Gaat het goed? Gaat niet goed. Ze hebben gezegd dat ik mijn kar moest verkopen, maar niemand wil hem. En ik heb een os nodig. En het is allemaal zijn schuld. Ik heb je verhaal niet goed begrepen. Maar om je wat te troosten moet je hiervan drinken. Nee, dank u zeer, meneer. Drink! Wat staan jullie allemaal naar mij te staren? Hebben jullie nog nooit een wagenverkoper soep zien eten? Door deze drank word jij de sterkste man ter wereld. Ik? Dat is een grap. Hij is een grapmaker. Dat zullen we zien. Sla iemand neer. Wel, ik ben op niemand boos, meneer. Een vrijwilliger om een klap te krijgen. Wat meer enthousiasme, heren, wanneer ik om een vrijwilliger vraag. Ik bied me wel aan. Jij? Uitstekend idee. Sla!
Vooruit, sla! Nou, sla je eindelijk? Man, sla dan toch! Fantastisch! Het is een wonder! Deed het pijn? Ik dacht dat de hemel op mijn hoofd viel. Goed. Als men mij dan niet meer nodig heeft, dan ga ik maar. Ik ben toch een slimme Piet, mekaar verkopen doe ik niet. Op mijn ossen hou ik thuis, want ik vind die niet pleus. Ik zal zelfs de kar wel trekken, ja ik ben daar van de gekken. Zo verdien ik heel veel goud en ik word een heel erg oud. Ik ben toch een slimme Piet, mekaar verkopen doe ik niet. Op mijn ossen hou ik thuis, want ik vind die niet pleus. Ik zal zelf de kar wel trekken, ja ik ben daar van de gekken. Zo verdien ik heel veel goud en ik word een hele goud. Die drank heeft vast iets magisch. Maar natuurlijk, het is een magische drank. Opstellen! Kom nu allemaal toverdrank drinken! De weg naar Rome ligt thans helemaal voor ons open. Caesar zijn dagen zijn geteld. Zeg, druïde, schrijf dat fantastische recept eens voor me op. Daarna ruimen we die galliërs uit de weg. Dat is een goede les voor ze. Dat had hij gedacht. Laten we onze nieuwe krachten eens proberen. Verkeerd geschat. Dan die daar maar eens. Een kleinere. Deze misschien. Gelukt! Ik ben een superman! Wat een wonder! Huh? Kijk eens, Boris. Huh? Het is geen wonder die steen op te tillen. Dat is waar. Jullie hebben me bedrogen. Die drank heeft helemaal geen toverkracht. Toch wel? Caius Bonus, we moeten die galliërs een afstraffing geven. Je handje moet er scheren als je me wilt spreken. Een goed soldaat moet glad geschoren zijn. Misschien, maar een goed centurio moet het voorbeeld geven. Maar wat gebeurt er met ons? Kijk daar! Wat is dat voor toverij? Het is een heel oud recept van een zeer sterk haargroeimiddel. Uw haar en baard zullen zeer, zeer snel blijven groeien. Ik vermoord je! Geef me direct tegengif! Als je ons doodt, kunnen we geen tegengif maken. Daarbij zijn we een beetje moe vandaag. Wij trekken ons terug in onze tent. Wacht op me! Hey, wacht op me! Wat is er gebeurd, o Caius Bonus? Ik ben over mijn baard gestruikeld, stuk idioot. MUZIEK
Ik ben aan die Galliërs overgeleverd. Ze hebben gewonnen. Ik moet met hen onderhandelen. $3450. Wat zeg je daar? We spelen een nieuw spelletje. Wie een baard ziet, die krijgt 15 punten en het hoogste aantal heeft gewonnen. Je houdt me voor een gek, Galliër. Ik wil met je praten. Geen haarkloverij nu, hè? Ik wil het woord haar niet meer horen. Geen haar op mijn kop die eraan denkt. Nee, ga niet weg. Akkoord, maar vlieg me niet meer in het haar. Laten we er nou geen grijs haar van krijgen. Jullie hebben gewonnen. Geef me een tegengif en je krijgt je vrijheid terug. Ik heb geen zin meer om vandaag te werken. Hij zit met beide handen in het haar. Hoewel hij haast geen haar meer heeft, zie je. Nou, wink er niet op. Ik doe het. Maar ik moet in het bos ingrediënten gaan zoeken. Ik stuur een escorte. Waarom accepteer je dat? Ze zijn onbetrouwbaar. De uitwerking van dat haargroeimiddel is van korte duur. Morgen is daar niks meer van te zien. We moeten iets bedenken om je weg te komen. Zo gauw ik van het overtollige haar verlost ben, ruim ik al die Galliërs uit de weg. Als morele troost mijnerzijds. Wij zijn klaar. Wij gaan met u mee de ingrediënten zoeken voor het tegengif. Ik heb een plan. Het leuke van ons, we zitten vol plannen. Oh, trap alsjeblieft niet op mijn haar. Laat je haar niet op de grond slepen. Opschieten. Onze baarden groeien. Ik denk dat we al het nodige nu wel hebben. We zijn er weer, hoor. Uitstekend. Ga aan het werk. Oeh, dan kan ik heel even rusten. Ik werk nu al 3 achter elkaar, zeg. Waar gaat u heen? Ik wil zien hoe jullie het tegengif bereiden. Niks, hoor. Wij willen stilte. U bent een nerveus. Bewaak deze tent. En laat ze niet ontsnappen. Zo, vooruit dan maar. Zie je, Asterix, mijn vriend. In de kleine ketel heb ik een toverdrank bereid. We zullen je kracht nodig hebben om hier weg te komen. In de grote ketel zit het tegengift. Water, een mergpijpje, groente, zout. Aangezien wij ook ervan zullen moeten proeven van de Romeinen, kunnen we net zo goed een lekker soepje koken. De toverdrank is klaar. Neem een flinke portie. Roep nu gauw de andere. Ja, de soep is klaar. Breng die echte ketel hier. Hij komt eraan. Proef jij maar eerst. Is het lekker? Heerlijk. Alleen het stokbrood ontbreekt nog. Dan is nu de beurt aan u.
Wie overtuigt me eigenlijk dat dit de juiste drank tegen haargroei is? Jij bent slim, Romein. Kijk naar mijn snor, die groeit niet meer. Bij Jupiter, het is waar. Drinken! Wat een veenvraten. Ja. Yeah. Dit is de kans. Arresteer ze! Met plezier. Ja, ik heb je bij je baardje. Wil je me wel eens loslaten? Nee, help! Kom, we gaan weg voor ze weer tot bezinnen komen. Net nu we beginnen te vermaken. Achteruit! Achteruit! Romeinen! Een legioen? Ze komen van die kant. En die kant, we zijn omsingeld. Daar is versterking. Ze zijn net op tijd. Homulus. En deze keer, Gallier, rijg ik jullie aan het spit. Oh, Caius Bonus, je wordt in je tent verwacht. Dringend. Dringend? Dringend. Wie laat zijn mantel bij me rondslingeren? Geef aan Caesar wat hem alleen toebehoort. Caesar? Jawel. Vertel mij, hoe staat het met die onoverwinnelijke Galliërs? En waarom is het kamp zo in rep en roer dat ik niet met de mij toekomende eer word ontvangen? Nou, dat zal ik u zeggen. Wij zijn in een zware strijd gewikkeld tegen de Galliërs. Galliërs? Hoeveel Galliërs? 2. Bij Cleopatra, laat me dat stel zien dat een heel garnizoen van mijn soldaten in rep en roer brengt. Aha, dat zijn dus die verschrikkelijke Galliërs. Vertel me wat hier aan de hand is. Caius Bonus wil het recept van onze toverdrank bemachtigen, zodat hij dan onoverwinnelijk zou worden om dan uw plaats als keizer in te nemen, begrijpt u? Oh ja? Ik kan alles uitleggen. Niet nodig. Ga je scheren en dan vertrek je direct met je mannen naar Siberië. Het schijnt dat de barbaren daar opstandig zijn. Ik kan alles uitleggen. En nu, wat jullie betreft in ruil voor de bewezen dienst, schenk ik jullie de vrijheid. Maar dat is slechts uitstel, Galliaar. Wij zien elkaar. Ik reken erop, Caesar. Soldaten, daar zijn ze! Leven Panoramix! Leven Abramakusitz! Ontstammer! Leven Asterix! Leven, onze broeders hebben weer een nieuwe overwinning behaald! Leven Abramakusitz! Ontstammer! Leven Abramakusitz! Ontstammer! Laat het feest beginnen. Yeah!
onder een hemel met sterren bezaaid vieren onze voorouders, de Galliërs, hun overwinning, die ze te danken hebben aan de bescherming van de goden, aan de toverkracht en aan hun moed. En terwijl ze opmerken dat die Romeinen gek zijn, beginnen de Galliërs aan het voorgerecht. Met Parker Lewis van Doen krijgt, verveelt zich nooit. Voel je je aangesproken? Kijk dan straks naar Nederland 1. Naar Parker Lewis. Hasta la vista, baby's. En daarna blijf je natuurlijk kijken, want dan wordt het ook spannend in Stijl Achterover. Gols Special Malt, alcoholvrij. Waar water stroomt, ontstaat kalkaanslag. Een dof laagje, hardnekkige afzetting. Met de meeste schoonmaakmiddelen moet u heel hard boenen. Gelukkig is er nu nieuwe Viakal kalkreiniger. Waar die andere schoonmaakmiddelen moeite hebben, reken Viakals bruisende werking af met kalkaanslag. Heel eenvoudig, zonder boenen. Of u Viakal nu hier gebruikt of hier, alles glanst weer als nooit tevoren. Nieuwe Viakal kalkreiniger. Kalk verdwijnt, glans verschijnt. Ziet mijn haar er niet glanzend en gezond uit? Vroeger was het doffe ellende. De schaar erin, dacht ik. Maar toen gaf een vriendin mijn nieuwe Pantene Pro-vitamine. Een shampoo met een vitamine B-complex. Dat mijn haar voedt van de wortels tot in de puntjes. Mijn haar ging er alsmaar gezonder en glanzender uitzien. Pantene Pro-vitamine. Voor haar zo gezond dat het glanst. Probeer het. Je zult het zien. Mijn mama doet altijd leuke dingen met me. En dan zijn we druk bezig. En dan hebben we vitamine C nodig. En als ik dat zeg, dan kijkt ze me altijd zo aan. Zij weet heus wel dat ik ze fix wil. Omdat ze fix ook zoals fruit vinden smaken, nemen ze zelf ook eentje. Dan zegt ze, zo, we kunnen weer even tegenaan. Fix Vitamine C houdt je lekker aan de gang.